graag heet ik u van harte welkom op 3 oktober in Almere, in Flevoland, op de Floriade bij het Nationaal Warmtecongres. Een plek waar professionals elkaar kunnen ontmoeten om ideeën uit te wisselen, om kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van warmte. In Flevoland gebeurt er al heel veel. Een tuinder natuurlijk die met aardwarmte zijn kassen verwarmt. Of denk je van de wijk Hortus, die nog gebouwd moet worden, waar nu de Floriade staat. Die ondergrond wordt al verwarmd met een heel innovatief warmtenet. Een smart thermal grid. Nu profiteert de Floriade daarvan, straks wordt de wijk erop gebouwd. Net als warmtenetten in Almere en in Lelystad heel gebruikelijk zijn. Zo wordt er ook in Flevoland op talloze manieren gebruik gemaakt van restwarmte van de visindustrie, bijvoorbeeld op Urk of anderszins. Maar nog belangrijker, u heeft allemaal heel veel ideeën over warmte, bent er elke dag druk mee bezig. Dan kunt u niet ontbreken op het Nationaal Warmtecongres op 3 oktober op de Floriade in Almere, Flevoland.